Ja, je moet ook als presentator, hè. Je kan sporten zijn, maar... Ben je een presentator? Fit blijven. Je bent geen presentator, man. Je hebt één keer op het podium gestaan. Hé, even dimmen, ja? En hij, zij, leef. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga. Hij is weer open, we gaan het doen. Hoeveelste editie is het inmiddels? 14e. Iedere editie heeft altijd wel weer iets bijzonders. En het is zeker een bijzondere editie. Zuid-Korea een eind weg in Azië. En tegelijkertijd zie je ook weer dat alle faciliteiten hier zo goed bij elkaar centraal liggen. Ja, het is altijd wel weer een mooie editie voor de boeg. Ja, ik sta hier op de plek. Waar ik hoop samen met Roel van Velzen overigens heel veel grote kampioenen te gaan huldigen. De komende twee weken gaan we de Olympische Spelen meemaken. De Olympische Spelen, het meest unieke sportevent ter wereld. Het zou echt niet gek zijn als we vijf keer goud zouden winnen bij de heren. Bij de dames is het iets anders. Maar daar hebben we ook een Wüst, een Temors. Ja, Antoinette de Jong. Antoinette de Jong. Dus, als we daar nog één keer goud zouden kunnen winnen, zou dat ook fantastisch zijn. Dan zit je op 6. Ja. Nou, en dan hebben we ook nog een Shinky Knecht. Ja, dan hebben we ook nog een dames-relay team en een heren-relay team op de short track. Die rijden ook gewoon goed. Die zijn er ook klaar voor. Dus, er is één negatief aspect aan dit prachtige nieuws wat jij nu brengt. Ja. Jij gaat gewoon 10 kilo aankomen met al dat bier wat jij moet gaan drinken zo meteen. Nee, ik drink nulletje en ik sport nog heel veel. Dus iedere ochtend sta ik even in het krachthonk. Wat ik altijd een van de mooiste momenten vind als alle atleten aan het eind van de spelen, dan zie je toch dat ze meer ontspannen worden en steeds meer het huis inkomen. En dan gaan er mooie momenten ontstaan. Dan zie je atleten die rondlopen met hun vrienden en familie lol hebben. Fans die daar dan ook bij komen. En dan de artiesten die vaak ook speciaal voor de sporters ook nog wel wat willen. Dan loopt het allemaal lekker door elkaar heen. Ja. Mag wel beginnen nu, hè? Ja, maar dat heb ik ook, joh. Ik heb er ook zin in. Het zo afwachten tot het moment. En die schaatsers en die atleten, die sporters, die doen helemaal niks nu, joh. Zo'n appartement is hartstikke saai. Er gebeurt niks. Op het ijs heb je geen training om je moeten. En normaal trainen ze hard, hè. Dan worden ze wel een beetje tam. Maar ja, ze zijn nu allemaal helemaal uitgerust in topvorm. Dus die staan te stuiteren van de energie.